Ja, dat vind ik moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. Als er een skin. Het is heel veel makkelijker predikant te zijn dan gemeentelid. Echt. Als het om het gebed gaat, dan mag ik voorgaan, dan kan ik mijn hoofd er echt bij houden. En mijn hart soms ook. Maar als ik in de kerk zit en er wordt gebeden, dan is meebidden echt. Ik vind het niet makkelijk. Maar dat betekent, je probeert je echt te concentreren. Soms denk ik, ik probeer te herhalen. Zachtjes voor mezelf te herhalen wat er gebeden wordt. Maar dat is echt heel hard werken. En dan denk ik, ik blijf er met mijn gedachten bij. Maar ja, wat is meebidden dan? Wat is het nou het verschil tussen meebidden en luisteren? Nou, als je luistert naar een gebed, dan kun je er wat van vinden. Bid lang, bid langdradig, bid saai, bid mooi, bid intens, bid zus, bid zo. En je hebt er een idee over, maar daar gaat het niet om. Hetzelfde als van, ja, je kunt een gebed opzeggen of je kunt God echt zoeken. Het besef van zijn aanwezigheid is misschien ook de sleutel tot het meebidden. Je zegt, en het besef, hè, ik zit in de kerk en er staat iemand op een kansel, die is aan het voorgaan. Ja, en waarom ben ik hier? Opdat het gebed van de gemeente opstijgt tot de troon van God. Dan wil ik, en dat kan ik moeilijk en daar faal ik in, dat lukt niet altijd. Maar dan wil ik eigenlijk dat gebed meedragen. Dan staat daar Mozes als het ware. En de hele gemeente is een Aaron en een Hur. En die dragen dat gebed mee, die zuchten mee en die danken mee en die bidden mee. Dus wees erbij met je hoofd en met je hart. Daarom vind ik dat lange gebeden niet al te lang moeten zijn. Zodat je echt, liever een kort gebed met z'n allen echt bidden. Dat vind ik ook een van de lastigste dingen van voorgaan hoor. Als je voorgaat, als je in de kleine kring gaat voor, dan kun je ongemerkt heel erg bezig zijn met, wat vinden ze van het gebed of hoe bid ik? Als je voorgaat, nou als je meebidt moet je echt bidden, als je voorgaat ook. Dat zeg ik dan weer tegen mezelf. Als je voorgaat dat je echt bid, dat je hart bij God is. Voorgaan is moeilijk omdat je twee dingen tegelijk moet doen. Je moet je hart echt op God richten en ondertussen denken, maar ze moeten wel meebidden. Dus ik moet niet een heel onordelijk gebed van maken. Of heel snel of heel langzaam of heel zus of heel zo. Dat iemand zegt, ja, dit maak ik niet meer mee. Nee, je wil de hele gemeente meenemen. En in dat gebed, ja, dan is het toch een wonder. Zo'n wonder mooi. Maar wist je dat de gemeentezang in de tijd van de reformatie ook uit die gedachte voortgekomen is? Dat je zegt, de reformatoren hebben gedacht, het is toch prachtig. Stel eens voor, hè, dat we, hè, niet, dat moet niet voorin gebeuren dat die priester van alles doet. Maar de hele gemeente ontmoet God. Nou, dan moet je samen bidden. Maar samen bidden is lastig. Als je allemaal tegelijk bidt, dat lukt met het Onze Vader nog. Maar bij de rest is het heel lastig. Weet je wat doen? Ga zingen. Dat is de kern van waarom zingen we als gemeente? Omdat we samen willen bidden. En het samen bidden kan het best door samen te zingen. En daarom, wat geldt voor meebidden, geldt ook voor zingen. We zingen niet ter verpozing of om even te pauzeren. Dat is het gebed van de gemeente. Dus neem een eerbiedige houding aan. Doe mee. Laat je ook daarin meenemen. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij het bidden, bij het zingen. Van, doe het met je hart. Ja, dat lukt je nooit voor de volle 100%. Maar toch, probeer het maar eens. Laat het meebidden zijn. Maar ik vind het ook moeilijk.